Hallo allemaal en welkom op mijn YouTube-kanaal. Vandaag gaan we praten over een belangrijke website die heel veel op Adobe Photoshop lijkt, namelijk Photopea. Photopea is een online fotobewerkingsprogramma en dat is echt heel geweldig voor foto's te bewerken. En je hoeft eigenlijk niks te kopen en die is beschikbaar in meer dan 20 talen en wordt gebruikt door miljoenen mensen over de hele wereld. Dus Photopea, ik zal hierboven de link naar de site onmiddellijk plaatsen. Voordat ik ga beginnen, wil ik u aandacht vragen alsjeblieft om te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Door te klikken op de belknop, dan blijf je op de hoogte van de meldingen en de video's die ik dagelijks of vaak upload. En we gaan zo dadelijk beginnen te kijken naar de site die wij graag willen bekijken. Dus eigenlijk nu de Photopea. Heel handig, zoals jullie hier zien. Ik spreek nu in het Nederlands en die balken die aan de bovenkant staan, die zijn allemaal door het Nederlands. En aan de linkerkant ook alles in het Nederlands. Dus je kan alles aanpassen aan de hand van waar je woont. En we kunnen schablonen gebruiken. We kunnen alle soorten, laten we zeggen, bestandjes gebruiken en uploaden om te kunnen bewerken. Zowel PDF of Photoshop of Illustrator, etc. Dus natuurlijk, dat is een gratis versie. Als je nog meer wilt, dan moet je registreren en dan kan je een betalende versie gebruiken. Maar ik raad iedereen aan om gewone versie te gebruiken, gratis. Dat is echt allemaal niet nodig om aan te schaffen. Dat hangt af aan jou. Maar dat is echt voldoende. En de mensen die kunnen werken met Photoshop, kunnen gemakkelijk met Photopea werken. En we gaan nu kijken eerst naar de schablonen. Ik geef jullie overzicht van de schablonen. Dus hier ziet u alle categorieën die wij kunnen gebruiken, zowel voor Instagram, YouTube. Hè. Ik klik en nog iets anders. Dus zowel voor een website ook kan je schablonen gebruiken. Maar ik kies nu voor YouTube. En je ziet hier, bij YouTube hebben wij 227 schablonen die beschikbaar zijn op dit moment. En die gaan over ofwel YouTube banner of een YouTube miniaturen. Dat is straks heb ik gezien. Dus je ziet hier heel veel dingen. Wat kunnen we nog bekijken? Ik heb dit gezien. Hè? Dus als je zegt ik wil dit gebruiken als schabloon, dan klik je hierop. En dan kan je onmiddellijk de teksten aanpassen die je graag wilt veranderen. Dus dat is de samenvatting van Photopea. Dus heel kort natuurlijk. Als je nog meer wilt kijken, dan kunnen wij nu een nieuw project beginnen of een foto uploaden. Open vanaf je computer, zoals je hier ziet. Ik open op mijn computer. Let op, ik wil jullie iets laten zien. Ik heb dit gemaakt met de schablonen die jullie daar straks gezien hebben. Ik heb dat allemaal gemaakt met het programma Photopea. Dat is heel handig. En ik ga nu iets openen vanaf mijn computer. Ik klik op deze foto bijvoorbeeld. En ik wil bewerken. Hè. Dus ik wil nog een background veranderen. Dus ik wil die foto dupliceren. Dan klik ik op Ctrl-J, dan heb ik een tweede laag van de foto. Ik kan schrijven op de foto. Ik kan een tekst toevoegen op de foto. En dan klik ik hierop. En dan kies ik bijvoorbeeld de lettertype die ik nodig heb. Kan ik bijvoorbeeld dit kiezen. En ik schrijf hierop mijn naam. Bijvoorbeeld hierop. Hè. En dan kan ik die lagen zo doen.
En dan kan ik, zoals in Photoshop natuurlijk, dat is niet zo echt zo moeilijk. Wat kunnen we nog doen met deze foto? We kunnen bijvoorbeeld klikken op selecteren en remove background. En we gaan eventjes wachten en dan zien wij, oké, perfect in orde. Ik heb nu al in paar secondjes de background of de achtergrond van de foto al verwijderd. Allemaal piekfijn in orde. Er zijn heel veel mogelijkheden. Ik ga de video niet willen langer maken. Dus je kan helemaal, als je tevreden bent, je zegt oké, ik ben tevreden van wat ik nu gemaakt heb. En zo, dan kan je klikken op bestand. En dan kan je kiezen, ik wil mijn bestand opslagen als PSD. Dus als Photoshop bestandje. Of je kan zeggen, ik wil hem gewoon exporteren als, zoals u ziet, MP4, ja, of PNG of JPEG. Dus je hebt heel veel extensions of soort bestandjes die je wilt graag downloaden. Dus heel handig om dat te doen. En niet vergeten, je kan ook donatie doen. Dat kan je bijvoorbeeld. Je mag kiezen wat je graag wilt doneren aan het bedrijf om minder reclames te laten zien en zo. Dat was het eigenlijk zo over die programma of die site, online site Photopia. Heel handig om dat te doen. We zijn nu helemaal op het einde aan deze aflevering. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En als je mijn video leuk vindt, aarzel niet alstublieft om te klikken op de belknop. En dan geef een like voor mijn video. En dan zie ik u in de volgende keer. Dankjewel, tot ziens, dag!